video. Yo, Mike, nou, Chess, en vandaag ga ik voor jullie een Q&A doen. Oftewel een question and answer video natuurlijk. Want ik had op Twitter gezegd of jullie een vraag achter willen laten. En we hebben ongeveer 20 vragen. Dus het wordt best wel een lang Q&A voor mij doen. Dus vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje mogen achterlaten. Helpt me natuurlijk enorm voor het editwerk wat hierin heeft gezeten natuurlijk. Want een Q&A is best wel veel werk om te editen. Dus laten we gewoon gelijk beginnen met de vraag. Ik heb ze op mijn telefoon. Zijn jullie zien ze ook in beeld komen. De allereerste vraag komt van GamerStation. Oftewel... It's SoufJT, hij vraagt: Q&A, wat vind je van PC gaming? Ik heb best wel vaak op de PC gegamed. Ik speel natuurlijk wel CSGO, H1Z1, King of the Hill, Black Ops 3 heel soms. Maar het probleem is dat ik gewoon niet met mijn keyboard en mouse om kan gaan. Ik kan gewoon niet met mijn vingers zo snel heen en weer gaan, zodat ik bijvoorbeeld kan kruipen. En dat wat ik wel met een controller kan doen. Ja, als ik zou moeten kiezen tussen nooit meer op de PC gamen, zou ik dat niet erger in ieder geval. Want ik kan sowieso niet. Ja, don't blame me... about that. De volgende vraag is van Wouter2702, oftewel coole pik. Hey, coole pik, jongen. Hij vraagt: Q&A, banaan of aardbei? Geen van beide. Fuck fruit. Ik ga voor peer. De volgende vraag is van niet Nick meneer. Hoe oud is je fiets? Nou, mijn fiets, daar zit een best wel grote logische reden achter. Mijn fiets is geboren in 2005, denk ik. En ik heb hem gekocht in de fietsenmaker in 2012. Dus ik heb hem nu ongeveer 3,5 jaar of zo. Dus... ja, mijn fiets is 3,5 jaar al gezellig bij me. Ik ga hem dit jaar inruilen voor mijn scooter. Dus dat wordt een pijnlijk moment. Dus ja, fiets. Geniet nog eventjes van mij. We gaan nog ongeveer 3 maanden lang gaan we fietsen samen. Dan ga ik nog lekker met mijn kont op jouw zadel zitten. En daarna ben je weg. Dan heb ik mijn scooter. Volgende vraag is van Valentino. Hij vraagt: wat vind je het leukst aan YouTube doen? Nou, het leukste aan YouTube vind ik de video's opnemen. Dus wat ik op dit moment doe. En heel veel mensen vinden het juist niet leuk om een video te editen. En dat vind ik juist wel leuk. Waarom ik dat leuk vind is zodat... ik mijn video kan maken zoals ik hem leuk vind en zoals jullie hem leuk vinden. Ik kan nu gelijk deze video zo online gooien zonder hem te editen. Maar dat doe ik niet. Want dan zit er niet echt iets leuks aan. Ik laat natuurlijk de vraag in beeld komen. Er zit een muziekje achter. Er wordt geknipt op dode stukjes. En af en toe gewoon een loddertje erin. Die komt straks verder in de video. Dus ik zeg nog niks. Jullie gaan het vanzelf wel zien. Maar ik vind... eigenlijk alles leuk aan YouTube. Tot het opnemen, tot het editen, tot het uploaden. Het enige wat soms wel irritant is dat je bijvoorbeeld... toen ik naar Parijs ging, moest ik echt heel erg voorwerken voor YouTube. En dan moet je echt doodveel video's op één dag maken. En dan moet je ook doodveel renderen op één dag. Dus dan ben je gewoon even druk bezig. Dan ga je even een beetje stressen van... oh, kut, dat ga ik niet afkrijgen. Maar na de hand heb je het gewoon af en dan ben je trots op jezelf. Omdat je alle video's af hebt. De volgende vraag is van Torben van Berkel. Hij vraagt: wanneer komen er weer vlogs? Er komen weer vlogs als ik binnenkort iets leuks ga doen. Ik ga waarschijnlijk in de tweede week van de meivakantie op de zondag... nee, dat is de eerste zondag gelijk van de meivakantie. Zondag 24 mei ga ik naar Utrecht met Tim. Dan heb ik een soort van eigen meeting. Daar komt binnenkort nog een video van online. Maar dat ga ik binnenkort doen. Dat ga ik sowieso vloggen. Dus ik hoop dat er een paar mensen voor jullie zijn. Dat ga ik voor jullie vloggen. Dus... vergeet natuurlijk niet mijn kanaal in de gaten te houden voor zo'n update video. En die komt binnenkort dus op mijn kanaal om uit te leggen wat er gaat gebeuren. De volgende vraag is van Dave. En hij vraagt: je mag maar één ding voor de rest van je leven eten en drinken. Wat zou je kiezen? Nou, als drinken zou ik deze Monster Energy kiezen. Want deze is echt doodlekker. Het is gewoon, ja, niet heel veel calorieën. Het is, als je hier kan zien, moet je even de video pauze zetten. Zoveel calorieën zijn het. En als eten zou ik kiezen... geen idee. Ik denk gewoon, nou ja, ik heb geen... pizza of zo? I don't know. Ja, als je alleen maar heel leven pizza eet, is ook niet goed. Maar ja, het moet wel lekker zijn natuurlijk. Ik heb echt geen antwoord op het eten. Ik weet wel drinken, Monster Energy natuurlijk. Voor de rest heb ik echt geen enkel ander idee. Volgende vraag is van Valentino. Hey, je zit er 2 keer in, je hebt echt geluk jij. Wat vind je leuker? Gamevideo's of praatvideo's of vlogs? Ik vind alles leuk om te maken, zoals ik al zei. Elke video die ik voor jullie neerzet, heb ik met plezier gemaakt. Er komt ook heus nog wel een keer een video op mijn kanaal die ik niet met plezier maak. Want dan komt er ooit wel eens een keer dat iemand overlijdt of zo. Weet je, dan is dat niet een keer. Daar heb ik er geen zin in. Dan moet ik wel een video maken. Maar of ik er dan plezier in die video heb, ik weet het niet. Maar het komt sowieso door de motivatie die ik op dit moment heb. Dat ik gewoon plezier heb in elke video die ik maak. Voor jullie natuurlijk. Vind ik ook gaaf om te zien dat ik zoveel likes terugkrijg voor de video die ik neerzet. We hebben sowieso elke video nu zo'n 100 likes. Dus dat is echt insane, jongens. De volgende vraag
vraag is van Aspire Robin. En hij vraagt, hoeveel vriendinnen heb je al gehad? Ik tel niet, maar ik denk dat ik er minimaal al 9 heb gehad of zo in heel mijn leven. Sowieso 9 of zo. En waarvan 2 echt serieuze relaties waren. En de rest was gewoon een weekje, 2 weken, weet je. Die basisschoolrelaties. Maar niet heel veel of zo. Maar misschien binnenkort weer een keer als ik ergens heen ga. Even op chickies hunten. Nee, ik heb geen idee, jongen. Maar we zien het wel. Volgende vraag is van Rinse Kalsbeek. Hij vraagt Monster Energy of Rockstar. Nou, zoals ik al zei, Monster Energy. Geen sponsor, maar Rockstar. Alsjeblieft sponsor, want dan kan ik deze drankjes heel de dag doordrinken. Doe ik nu toch wel. Want er zitten hier in mijn kist zitten alle lege blikjes. En deze zijn echt lekker. Ik vind deze nog lekkerder dan de groene. Maar als ik de dokter, die, ja... Deze is het lekkerst, vind ik, op dit moment. Het zijn natuurlijk nieuwe blikjes. Dus daar heb Monster wel iets goed mee gedaan. En natuurlijk in die soda challenge met Tim heb ik Rockstar Energy geproefd. En dat was echt fucking vies. Geloof me, dat is echt fucking vies. De volgende vraag is van Jamie. Hij vraagt, waar zie je jezelf over 10 jaar? Nou, dan zie ik me sowieso 25 jaar oud. En ik heb nog geen idee. Ik weet niet of ik dan nog een YouTube doe. Ik hoop het wel natuurlijk. Ik hoop gewoon dat YouTube mijn baan kan worden of zo. En misschien nog met livestreamen erbij. Maar ja, ik weet op dit moment nog niet waar ik mezelf zie over 10 jaar. Nee, ik weet het echt niet. Ik hoop ergens met 100.000 abonnees of zo. I don't know. De volgende vraag is van Sam. Hij vraagt, Kenzo of mij? Natuurlijk gewoon Nike, want ik draag echt zowat elke dag mijn Nike broeken. Ik heb hem nu ook weer aan, zoals je ziet. Mijn Nike camo broek hier zo. En het is gewoon echt heerlijk. Deze pakken zijn echt gewoon te beest om te dragen. Ze zitten echt heerlijk trouwens. En ja, ze zijn best wel duur dat wel, maar je hebt er wel goede kwaliteit voor en ze zitten ook lekker en ze gaan ook best wel lang mee. De volgende vraag is van Maurice en hij zegt, Q&A, wat vind je zo leuk aan Black Ops 3 en wat vind je de beste wapen in de game? Het leuke van Black Ops 3 is dat je bijvoorbeeld van één lobby, waar je echt fucking goed gaat op het potje daarna, zwaar moet concentreren. Dat vind ik wel relaxed, want dan is het niet steeds zo makkelijk voor mij, want ik haal best wel vaak goede scores, niet om onderschep of zo, maar... De variatie in gameplay is best wel leuk. Als je ook naar mijn kanaal kijkt natuurlijk. Je ziet ook gewoon dat er heel veel variatie in gameplay is op mijn kanaal. En ja, verder beste wapen vind ik op dit moment voor mijzelf de Cuda en de VMP. Daar kan ik het best mee omgaan. Ik weet dat er heel veel mensen ook bijvoorbeeld heel goed met de Vespa om kunnen gaan. Maar ik ga voor de Cuda en de VMP. De volgende vraag is van Yari VDLR. Wat is de eerste game die je ooit hebt gespeeld en op welke console was dat? Dan weet ik nog precies dat wat was Mario Kart op de GameCube. En de GameCube heb ik hier nog staan trouwens. In mijn ouders kamer staat hij in de doos in de kast. Dus die ga ik weer eens een keer voor de gein aansluiten. Daar zo en dan ga ik een keer video opnemen op de GameCube, want dat ding is echt nostalgisch als fuck, jongen. Ik zeg, dat is mijn allereerste console waar ik überhaupt mee heb gespeeld, dus dat ga ik binnenkort een keer doen voor jullie. Beloofd. De volgende vraag is van Godlike Smack. Q&A, op welke clan van Black Ops 3 wil je horen of ben je altijd solo? Ik ben altijd solo, ik heb nog nooit echt in een clan gezeten, geloof ik. Op Call of Duty Ghost heb ik wel in een Rain clan gezeten, maar dat was met Duitse mensen, besef. Ik was de enige Nederlander met een vriend van mij en we zaten met Duitsers. We zaten in de chatparty Engels te praten en dan had ik echt... gebrekkig Engels. En dan zei ik zo, yeah, there's one person on the other side of the map, you know. En dan kwamen we met een Duits accent. Dat was wel lachen, maar ik blijf gewoon solo. En ik kom wel heel vaak mensen tegen met omgeklend tech. En die herkennen me dan ook. Dus dat is mijn clan. Jullie zijn mijn clan. Als je op Call of Duty speelt en je hebt dat in je clan tech staan. En ja, dat vind ik natuurlijk gewoon super awesome. Dat ik zoveel mensen tegenkom. De volgende vraag is van Omg It's Chesto Fans. Leuk account, jongen. Ik ken jou. Je hebt ook het account van Dennis. Wees Dennis Jager fans, geloof ik. Maar hoe dat Call of Duty van volgend jaar uitziet... Gewoon normaal. Geef alsjeblieft gewoon een remake van MW2 of MW3 of zo, maar niet met die kut boost jumps. En in Black Ops 3 hebben ze het wel goed verwerkt. Maar alsnog wil ik gewoon weer boots on the ground. Dat je alleen maar als je springt, dat je een heel klein stukje van de grond afgaat natuurlijk. En niet in de ruimte. Dus Infinity Ward, alsjeblieft maak een remake van MW2 of MW3 of zo. Maar geen ruimtelijke shit of zo, want daar heb ik echt geen zin in. De volgende vraag is van Hakan Haki. Black Ops 3 of Black Ops 2? Kijk, het ligt eraan hoe je het gaat spelen. Want ga je voor nucleus, dan kan je beter Black Ops 2 spelen. En ga je echt voor goede scores, dan kan je beter Black Ops 3 spelen. Want bij Black Ops 3 heb je meer kans op het overleven door je boost jumps. En daar kan je ook door sneller doodgaan. Dus als je bijvoorbeeld Black Ops 3 speelt en je gaat voor een nucleair, word je meestal gekild door bullshit en... Het komt mede door je boostjumps of zo, vind ik. Want ik ga daar meestal door dood. En bij Black Ops 2, nou heb je dat niet zo. Want dan sta je natuurlijk gewoon vast aan de grond. Dan ga je gewoon dood door misschien een
genaamd of zo te weten wie ik ben. Maar ik ga voor scores voor Black Ops 2 en voor Nuclear Black Ops 3. Zo, voor Nuclear Black Ops 2 en voor scores Black Ops 3. En ja, ik weet niet wat jij ervan vindt, laat maar weten. De volgende vraag is van Phoenixie. Hij zegt Chloe Grace Moretz of Anna Nystrom. Ik ga sowieso voor Anna Nystrom, want ik ken haar. Niet in het echt, maar gewoon van mijn gezicht en zo. En zij is echt fucking lekker, Tom. Ik zeg, Chloe Grace is ook niet echt lelijk of zo. Maar ik ga voor Anna, sorry man. Ik weet dat jij voor Chloe gaat. Ik heb je tweet gelezen. Maar ik ga voor Anna. De volgende vraag is van It's Dutch Killers. Wat zou je aan Black Ops 3 nog willen verbeteren? Wat ik nog aan Black Ops 3 wil verbeteren? Oh ja, de lag met Double XP. Want als je als Double XP is op Call of Duty en de servers zijn online, holy shit jongen, dan is het echt een lag lobby tering. Dan ga je echt dood aan laggen en dan is het een uurtje later al opgelost. Maar dat uur, dat is het belangrijkste uur, want er zijn de meeste mensen natuurlijk aan het spelen. Dus dat moeten ze fixen, dat zou ik fixen. En ja, dat zou ik doen. De volgende vraag is van Pike Z Gaming. Heb je wel spannende dingen in bed gedaan? Nou, ik heb wel eens in bed een horrorfilm gekeken. De laatste vraag is van Dimitri en hij vraagt hoeveel subs denk je aan het eind te hebben van 2016? Ik hoop natuurlijk de 10.000, dus hoe het op dit moment gaat, gaat het denk ik wel lukken. Maar mijn doel is de 10.000 en wat daarbij komt is natuurlijk gewoon mooi. Dus abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Hierbij is deze video ook afgelopen, dus vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Vergeet natuurlijk dan ook niet gelijk een comment hier in de reactie achter te laten. Met een nieuwe vraag voor de Q&A, want ik ga binnenkort weer eentje opnemen. Gewoon omdat ik het leuk vind, ook weer een soort van interactie met jullie. Dus vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Abonneer voor meer en dan zie ik jullie morgen om 3 uur precies bij weer een nieuwe video, jongens. Doei!